Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is op dit moment alweer 23 december. En dat houdt in dat we over 5 dagen al het vuurwerk mogen halen in Nederland. En ook dus bij de Duitse supermarkten. Vorig jaar heb ik deze video als eerste gemaakt. De top 10 beste cakes van de Duitse supermarkten. En dan niet op basis van prijs, maar wel prijs-kwaliteit verhouding. In deze video behandelen we voornamelijk de Kaufland, de Aldi en de Lidl. Omdat die drie supermarkten eigenlijk een beetje de standaard supermarkten zijn van Duitsland waar iedereen naartoe kan. Je hebt natuurlijk ook nog de Penny en de Norma. Je hebt allemaal verschillende soorten supermarkten die ook vuurwerk verkopen. Alleen ik vind deze drie gewoon de toppers van Duitsland. Wij gaan ieder jaar naar deze drie. Deze top 10 is voornamelijk gemaakt op mijn voorkeur, dus mijn mening. Mochten jullie tips hebben of aanmerkingen, laat ze vooral achter in de reacties. Daar heeft de rest waarschijnlijk ook dan wat aan. Dat als je heel de top 10 zou halen, dan ben je in totaal 120,20 euro kwijt. Dus besef dat. De Duitse cakes zijn natuurlijk super goedkoop bij de Duitse supermarkten. En voor 120,20 euro heb je de top 10 beste cakes naar mijn mening. Laten we maar naar nummer 10 gaan, jongens. Nummer 10 is de Alligator. Te koop bij de Lidl, 3,99 euro. Ik zou wel uitkijken, want er zijn verschillende vestigingen waar deze duurder is. En niet alleen deze, maar het lijkt erop dat de vestigingen dit jaar zelf hun prijzen kunnen bepalen. Dus hoe kan je dat oplossen? Download even de Lidl Plus app. Zet de locatie aan waar jij naartoe wil gaan. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Kleven. En dan kan je bijvoorbeeld zien hoe duur zij de Alligator aanbieden. Is die 4,99, dan heb je waarschijnlijk een winkel te pakken die duurdere prijzen hanteert. Gaan we even video afspelen. De Alligator is eigenlijk wat ik altijd zeg, de meest goedkope cake met crackling. Er zit weinig kleur bij, maar de crackling maakt het goed. En zo gaat hij dan door. 15 shots van Weco, 3,99. Als je hem voor die prijs kan halen, dan is het gewoon een hele goede cake. Gaan we nu naar nummer 9. En nummer 9 is eigenlijk logisch. Dat is dan natuurlijk de Poison. En de Poison is begonnen met de Reno. Daarna werd het de Artes. En vorig jaar werd het de Poison. 16 shots, 3,29. Oftewel, hij is dit jaar goedkoper geworden dan vorig jaar. 16 shots, er zit dus geen crackling bij zoals de Alligator. Maar wel kleur in de burst. Ieder jaar hebben wij er best wel veel van, omdat het gewoon lekker doorstookt en het is gewoon een toppertje. Ja, jullie zien het. Veel verschillende kleuren, harde burst. En dit is ook wel echt een van de populairste artikelen. Al heb ik nog nooit gehad dat deze niet meer op voorraad was, de Artes of de Reno. Gaan we nu naar nummer 8, jongens. Nummer 8 is een Lidl product. Oftewel de Bloody Brilliant. En dat is nieuw dit jaar. Wij hebben ze nog nooit kunnen hebben en jullie ook niet. Ze zeggen dat dit de Bloody Mary is van de Kaufland. En ik heb de video's even naast elkaar gelegd en het klopt. Dit is dus de Bloody Mary en die is dit jaar te koop bij de Lidl onder de naam Bloody Brilliant. 4,99. En ik zelf persoonlijk vind dat heel chill, want eigenlijk na het shoppen gaan wij altijd door naar de Kaufland, speciaal voor de Bloody Mary. Je gaat nu zien dat het gewoon echt de Bloody Mary is. Mooie effecten. Echt een beetje die bloedige kleur inderdaad. Je ziet het al, dit is de Bloody Mary, dit jaar te koop bij de Lidl onder deze naam. En ik hoor jullie al denken, gaan jullie dan alsnog wel naar de Kaufland? Zeker, we gaan daar zeker even kijken of er wat leuks bij je zit. We hebben natuurlijk laatst die video opgenomen van de Kaufland. En we gaan zeker even kijken, alleen de Bloody Mary is het dus niet meer, want dat vergat ik even te zeggen. De Bloody Mary is gewoon helemaal niet meer te koop bij de Kaufland. Gaan we nu naar nummer 7, jongens. Nummer 7 is weer een Aldi product. Oftewel de Heavy Metal Reloaded. 18,99, 19 shots. En iets duurder dan de afgelopen drie. Alleen ik vind deze prijs-kwaliteit verhouding, dat ga je niet in Nederland treffen. Ik denk dat je zo'n cakeje misschien 35, 40 euro voor kwijt bent in Nederland. Kijk,
Er zitten van die lichtgevende start effecten in de burst. En dat vind ik gewoon super. Dus deze staat zeker op de lijst. 1 of 2 keer of zo. Ik denk 1 keer trouwens. Vanwege de prijs. Gaan we nu naar nummer 6 jongens. En nummer 6 is weer een product van de Aldi. Dat is namelijk de Big Boom Bestick. Die is wat goedkoper dan de Heavy Metal. 20 shots, 12,99. En ja, een iets zwaarder kaliber volgens mij. Maar dit is echt een hele mooie. Ik vind vooral de effecten mooier aan. De verpakking doet precies ja, wat hij het echt ook doet. Er zit crackling bij, jullie zien het. En nogmaals, 12,99. Ja. Het lijkt duur, omdat we nu natuurlijk zijn begonnen bij de Poison met 3,29 qua prijs. Gaan we nu naar nummer 5, jongens. En nummer 5 is een Lidl product. Nummer 5 is de Infinity Fire. 9,99. Weer een stapje lager in prijs, maar wel een stapje hoger op onze lijst. 36 shots voor 10 euro. Echt de moeite waard om deze te halen. Vooral die blinkende effecten die dan vervagen vind ik gewoon heel mooi. En ja, ik denk dat je deze effecten zeker ook in Nederland hebt. Maar 10 euro jongens. Ja, 10 euro is zeker de moeite waard voor deze cake. Te koop dus bij de Lidl. En de Lidl hanteert dus van die bestellijsten als je aankomt bij de vestiging. En dan kan je hem invullen. Gaan we nu naar nummer 4. En nummer 4 is weer een product van de Lidl. Dat is de Stormy Flash. Hadden we volgens mij vorig jaar 1 keer. Volgens mij was die vorig jaar nieuw. Maar dit is gewoon ook voor die prijs, 13,99, gewoon echt een hele mooie. Heeft het formaat van een alligator, maar qua kwaliteit zeker niet. Zeker beter. Jullie gaan het nu zien. Een beetje van die gouden staart in de lucht. Gewoon echt een topper. Heel eerlijk gezegd is dit echt een hele mooie cake. 25 shots en met die vliegende staarten gewoon een uniek product. Gaan we nu naar de nummer 3 jongens. De nummer 3 is de Black Ice van de Lidl. Dat is een cake die we al jarenlang prijzen. En dat is ook gebleken, want deze is altijd heel snel uitverkocht. En ja, er zitten verschillende effecten in deze cake, waardoor die dus aantrekkelijk is. Er zit grill bij, er zit whistling bij, er zit eigenlijk echt alles bij. Hier begint hij dan een beetje mee, hij duurt wel wat langer. Volgens mij begint hier dadelijk die whistling effecten. Black Ice. Blijft echt gewoon aan. Hier zijn ze al. Een beetje crackling effecten. Dit is gewoon echt super. En vooral om erbij te hebben. Deze is ooit begonnen op 15,99 dacht ik. Maar om erbij te hebben is dit gewoon echt een hele mooie cake. Voor 18,99 zeker de moeite waard. Gaan we nu naar nummer 2 jongens. En nummer 2 is ook een bekende op de lijst. Dat is namelijk de nieuwe Beastmaster. 15,99. Een hele mooie cake. Doet me een beetje denken aan de Black Ice zelf. Alleen, ja, deze is al jaren in het assortiment. Wij kopen deze ook al ieder jaar. Hij staat niet op nummer 1. Dus ik hoop dat jullie benieuwd zijn naar nummer 1. Ook snel uitverkocht trouwens. Verschillende effecten ook, jullie zien het. Is ook te zien aan, aan de verpakking. Meerdere kleuren. Ja, dit is dus de nummer 2. En sommige mensen zouden misschien de Black Ice op nummer 2 zetten en de Beastmaster op nummer 3. Maar ik vind deze vind ik echt een toppertje als je die kant op gaat. Dus 15,99 jongens, waar praten we over?
Dan gaan we nu naar nummer 1, jongens. Nummer 1 is wederom een product van de Lidl. En de nummer 1 is de Daredevil. Daredevil is €15,99. En qua prijs en kwaliteit, 31 shots, vind ik dit de allerbeste die je kan krijgen in Duitsland. Bij de 3 supermarkten die we nu behandelen. En eigenlijk behandelen we dus de Kaufland niet, hè? Want de Bloody Mary zat daar. Alleen, die zijn er niet meer. Dus eigenlijk gaat het nu alleen nog maar om de Lidl en de Aldi. Laat even video afspelen voor het bewijs dat dit echt de beste is van de Duitse supermarkten. Gelijk crackling staart er ook. Heel mooi in het project. Even gewoon s'avonds gestoken. Goede burst ook, die je hoort net. En ja, 31 shots jongens voor €16. Mooie effecten ook, een beetje van die old school effecten, weet je wel. Als je vroeger vuurwerk zag in een blaadje, dan zag je altijd deze gouden effecten. Dus dit is onze nummer 1 jongens, de Daredevil. En die gaan we ook zeker halen, misschien 1-2 keer. We gaan wel letten op de kilo's natuurlijk. Alleen ik denk dat deze top 10 het gaat worden. En sommige artikelen kopen we dan wat meer dan andere artikelen. Alleen ik vind gewoon heel eerlijk gezegd dit de beste. Dit is in ieder geval de top 10 van ons. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zoals ik al aan het begin heb gezegd van deze video, mochten jullie op- of aanmerkingen hebben, laat het weten in de reacties. Heeft de rest ook wat aan? Link staat in de beschrijving jongens van deze site, waardoor je even alle artikelen door kan nemen als jij naar Duitsland wil gaan. Dat scheelt een hoop gezeik, want als je in de Duitse supermarkten komt, dan wil je wel weten wat je koopt. Anders kom je echt thuis met onzin. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij morgen weer bij een nieuwe video. Later.